Gewoon leuk. Hé, hey, Karen aan de telefoon. Ja, gezellig. En ik ben gelijk met de honden aan het lopen. Ja, en ik heb een bak koffie voor mijn neus. En toen Kandal binnenkwam, toen sprong ze naar Kandal toe, die begroette ze. En toen kwam ze naar mij toe. Nou, zo lief. Hé, hey, ja, nou. Ja, lieve vrienden, het is vandaag alweer vrijdag en we leven op 21 februari om 13 minuten over 3 alweer. En ja, zoals gewoonlijk, heb Karen aan de telefoon. Ja, gezellig en ik ben gelijk met de honden aan het lopen. Ja, en ik heb een bak koffie voor mijn neus, dus dat is ook allemaal goed. Rijka staat als van oud zwits voor het raam. Nee. De koekeloeren en te doen. Nou, Ewen die zit aan de andere kant op de vensterbank, naast de bank. Het is allebei een bank. Ja, ik kan er niks aan doen. Nee. Maar ik wens jullie wel natuurlijk weer een hartelijk welkom bij deze nieuwe vlog. Ja, ja, van Corina en de Beestenboel. Ik ga straks ook met Rijka lopen. En ja, om jullie mee te nemen lijkt me niet, hè. Nu, Karin, hoeft niet daar. Nee, dat is niet. Het is niet echt heel bijzonders. Nee. Iedere keer hetzelfde stukje gelopen. Nee. En het is ook geel lekker weer. Het is grijs. Nou, het is waaien. Het is zwaar bewolkt. Ja, niet zwaar, maar het is wel bewolkt. Het is bewolkt, ja, hier. Ik vind het zo komisch, hè. Er zit Rijken met de kont op de vensterbank en de pootjes staan op de kachel. Dus de achterkant ligt. Ja. En de voorkant staat. Oh, allemaal toch? Het is zo komisch gezegd. Maar ja, ze is ook lief, dus. Maar in ieder geval, ik ga met Rijka lopen en als ik terug ben, dan ga ik mijn camera leeg op dit filmpje na. En dan kan ik ook weer renderen. Dus, want mijn PC is, want dat gaat nou leeg. Ja, er staat niet meer op om te renderen. En om naar YouTube te brengen. Dus dat moet ik weer eventjes hier vanaf halen. Maar dat komt allemaal wel goed. Ja hoor, zeker weten. En ik denk dat het met Karin ook allemaal wel goed komt. Ja hoor. Ja hoor, ja, ze is met 3 honden aan het lopen. Dus dan weet je dat wel, hè. 3 van die sterke dames voor eruit. Dus ja. Hoe zijn we dat? 3 van die sterke dames. Ja. Ja, daarom. Kijk, dat er in eentje wel meer zit. Kijk, als jij ze gaat tellen, dan heb je meer honden bij je. Ja, dan heb ik 3, 4, 5, 6, 7 honden bij je. Dan heeft ze 7 honden bij je, qua rassen. Als ik alles ga tellen, kijk, een lady en dat is een kruising tussen een bedoelde pitbull en een husky. Ja? Dus dat is al mega sterk. Dan heb ik nog Lofi, dat is een kruising bloemmerle border collie met een mannenmoed. Maar dan zijn 6 ook. Ja. Dus ja, dan heb ik er gewoon 7. Ja, dan heb je 7, ja. Nee, eerst was inderdaad 7 ronden voor je hebben lopen in het echt. Nou zijn het er in principe met 3. Ja. Yep. Maar je moet met 7 zien te handelen. Nou, ik ken vrienden van mij en die hebben wel meer dan 7 hoor. Oké. Okay. Maar dan hebben ze ook gewoon 3 grote honden. Ja. En dan heel veel kleine hondjes er nog bij. Oké. Okay. Van die chihuahuas. Ja. Nou ja, ik ken er eentje die heeft 9 van die kleine hondjes, allemaal van die kleintjes. Ik moet daar foto's van hebben. Ik zal eens even kijken. Kan ik er wat doorsturen? Ik moet eerst haar zien vinden, hier. Dan moet ik even koekeloeren. Ja, Ewin. Zo. Karin. Zo, je hebt al een foto ervan binnen. Daar heeft ze er dan 9 van. Ja, nou, ik zal straks kijken. Ja, en ze was eerst samen met een man. Daar is ze al een paar jaar terug bij weggegaan, maar ze bleef wel bevriend, omdat hij ook zoveel honden had. Tenminste, ze hadden samen veel honden.
En dat ze bij elkaar weggingen, werd dat gelukkig gesplitst. Ja. Dus dat kan het makkelijker handelen. Maar ja, nou is hij overleden. En toen heeft zij de rest van die hondjes er weer bij gekregen. Ook daar is alweer een hondje van overleden. Want ze hadden er veel meer. Ik meen een stuk of 12. Maar ja, nou heeft ze er nog 9, maar ze moet het wel alleen nog doen en dan heeft ze ook nog werk. Ja. Al is het dan wel op een kinderboerderij. Uh-huh. Er wil er een eruit. Er is er eentje te zeuren. En dat is die dame. Hé, Ewe? Ja. Ga jij nou eens even uit je pakken? En je hebt eten staan en dat doe je ook al niet. Maar ja, oké, lieve vrienden, ik sluit weer af en ik zou zeggen tot straks weer. Doei, doei. Zo, lieve vrienden, ja, ik ben ongeveer alweer een kwartier tot 20 minuten thuis met Rijka. We hebben lekker even een loopje gedaan. De buialarm die gaf aan dat het behoorde te regenen. Ik heb nog geen regen gezien en geen regen gevoeld, want dat doet er niet toe. Karen die is gewoon op dat moment aan de telefoon gebleven en die heeft haar rondje ook afgemaakt met de honden. Die was inmiddels al wel thuis gearriveerd en ze heeft net opgehangen. Maar ik moet zo meteen nog even op de scootmobiel de stad in, want ik moet nog even het een en het ander halen. En aangezien dat ik gisteren, dat had ik geloof ik gisteren verteld, dat ik gisternacht kramp in mijn been had tot 3 keer aan toe. Daar heb ik nog steeds behoorlijk veel pijn aan. Ja. Dus ja, je gaat dan anders lopen en dan komt weer dan op je rug aan. Om je benen wat te ontzien. Dus ja, en dan heb je ook Rijka nog om je heen. En dat geeft een dubbele belast. Maar dat maakt niet uit. Ik doe het met alle liefde en alle plezier. Want ik geniet er toch ook weer van. Je komt mensen tegen, het is even een babbeltje maken met één, die had een hondje bij de, nou die twee klikken goed met elkaar. Er was nog een vrouwtje bezig buiten haar huis, die was druk aan het schuren. Ik zeg zo, die heeft geen man nodig, dus ik zeg nee ook, ik doe alles zelf. Ze zegt ik heb ook geen man. Oké, nou ja, prima toch? Ik kon het vroeger ook, maar ik durf het niet meer. Nee, dat moet ik eerst weer onder de knie zien te krijgen, want ja, mijn mannetje deed alles. Dat was zijn ding, echt. Hij was een hobbyist en dan mocht dat graag altijd bezig zijn. Nou, oké. Okay. Maar ja, nou staat de boel dus nog steeds onafgemaakt. Maar ja, ik moet maar wegdoen en afstand ervan doen. En wil niemand het hebben, dan maar als ik het gratis krijg, weet je. Kom op. Ja, wat de bieder voor geeft, willen ze niks voor geven, ook goed. En anders dan, ja, iedere euro is meegenomen. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Ik ga me weer klaarmaken om met de booster weg te gaan. Rijka die staat daar weer. Rijka daar weer aan het verzorgen. Hé, Rijka? Ja nou? Ja, en dan staat er eentje te miauwen en dat is Ewin. Die weet ook niet wat ze wil. Kandolf weet ook niet wat hij wil, want die kon er daarin en die ging er daar weer uit. Nou ja, ook goed. Maar oké, ik zou zeggen tot later. Doei doei. Zo lieve vrienden, ik ben weer thuis van boodschappen doen. En op het laatst begon het te regenen en nog harder te waaien. En ik ben zo trots op deze kleine meid. Oh, zo trots. Ja. Ik ging weg. Normaal jankt ze dan. Maar ze bleef stil. Ik denk, oké. En toen keek ik. En toen stond ze dus op de achterpootjes op de bank. En de voorpootjes over de rugleuning heen. Stond ze naar buiten te kijken. En ze kijkt gewoon wat ik doe. Deed ze al eerder dat wel. Maar dan ging ze ook janken. Maar ze bleef nog stil. En toen deed ik. Blies ik dat naar haar toe. En ik deed. Zo. En ze is stilgebleven, zolang ik weg ben geweest. En dat ik thuis kwam, was ze ook stil. Ze stond ook niet voor de deur, ze bleef rustig. Ze stond wel op de bank. En toen kwam al binnenkwam, toen sprong ze naar Kandal toe, die begroette ze. En toen kwam ze naar mij toe. Nou, zo lief. Hé, Jano. Oh, mijn meisje. En zo trots op je.
Hé, ja. En vrouwtje heeft een cadeautje voor je gekocht. Want ik zag het dat je zo lief was. Ja. Ze lag gewoon lekker te slapen. Ze lag gewoon lekker te slapen. Dat is een telefoon die drie is thuis. Hé, ja. En dan kijk ik, ja, ik heb hem al. Ja, die. Oh, zit een piepetje in. Maar die moet er eerst af. En hoe we die eraf krijgen, weet ik niet. Dat mag je niet hebben. Nee, die knip ik wel op. Daar is je erin. Ja. Die moet eerst afgeknipt worden. Oh, het kaartje. Dat ligt al op de grond. Die is er al af. Ja, en dan gaan we dat eraf knippen. Ja. Hé? Ja, die mag jij hebben. Vrouwtje, even wat voor je doen. Die gaat... Nee, mag je ook niet hebben. Dit knipt er even af. Ja, even afknippen. Even afknippen. Hé? Zo, dat is het rechte eentje. Zo. Pak hem. Pak hem. Pak hem. Hupla. Goed zo. Grote meid. Ja, en nou, hè? Daar moet je bekje omheen. Oh, ja, nou, en de rest van de boodschappen. Ik heb weer even een zakje chips. Een beker snoeptomaatjes in de aanbieding. Normaal zijn ze zo'n 3 euro. 1,99. Dus nou 2 euro, een euro eraf. Dus ja, dat is lekker gezond en ik vind het lekker voor de avond wanneer ik voor de pc zit. En ja, gewoon gezond en lekker. Ja toch? Dus, maar oké, okay, ik ga het opruimen. Ik heb toch... ik ga een bakje koffie maken. Bounty erbij. En wat hebben we nog meer? Oh ja, ik had... Van de week had al het parfum gekocht, maar er stond geen testfles voor. Dus het was gewoon op hoop van zegen meenemen. Kom ik erachter dat ik die fles niet kan hanteren vanwege mijn artrose. En dat die aan één kant is die bol, of een fles dus, aan de andere kant is die plat. Maar hij is ook te breed. Ik kan hem niet hanteren, dus ik moet met twee handen doen en het gaat allemaal zo moeilijk, want ik heb twee andere flessen gekocht. Ja, ik heb deze, ik weet niet of jullie dat zo zien. En, ik moet hem op de kop houden, en deze. Gewoon bij Big Bazaar. Normaal heb ik altijd iets verkopen nog, maar ja, ik denk ik moet toch een fles hebben die ik kan hanteren. En ik moet ook niet van die kleine flesjes die je tas moet doen, nee daar heb ik niks aan. Dus, nou, zo'n piepplekje er al op los. Klein hoopje doopje. Is dat leuk? Ja, is dat leuk meisje? Oh, dat geloof ik op een donut lijken niet. Weet ik hoe die dingen heten. Oh, een hele neus erin. Geweldig. Ja, ze hadden nog iets dat leek, die bonbon moeten ze dan in het bekje nemen. En aan de voorkant is het een angstig, een hondenbek met grote tanden. Nou, nee, vind ik afschuwelijk. Dat wil ik niet. Ik denk, nou, ze verzinnen ook wel weer wat niet. Kom. Nee, maar, dit vind ik leuk. Heeft ze wat te doen. Deze gaat 1, 2, 3 niet stuk. Net zoals die kluif die ze al meekreeg van Karen en Roderick. Dat is ook plastic, van dat speciale plastic gaat ook 1, 2, 3 niet kapot. Maar wat ik er de vorige keer had gegeven is de stof gaat heel snel kapot bij die puppies. Ja.
Moet je geen hond nemen dat een puppy is, dan moet je ze al ouder nemen dat ze niet meer vernielen. Maar ja, oké, ik ga hier aan deze kant verder. Ik ga andere verlichting aandoen en het wordt donkertjes. En ik zou zeggen, geniet van jullie namiddag. Het is net 6:30, dus nog namiddag. 6:00 gaat de avond in. Ben je aan het eten smakelijk eten? Moet je nog eten? Nou, voor straks dan eet smakelijk en bon appetit en een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. Ja, en tot later. Gisteren ben ik het vergeten om gisteravond laat nog terug te komen, oftewel vannacht. Misschien dat ik dat nou weer vergeet en anders ook zeggen tot aan de andere kant van de nacht als ik het al vergeet. Maar in ieder geval tot later. Doei doei!